bier. Ik hoop toch echt dat hij meer bier dan 4 bier heeft meegenomen. Aangezien we met 15 volwassenen zijn. Hey, hallo. Leuk dat jullie weer kijken naar deze verjaardags shoplog. In deze shoplog ga ik jullie laten zien wat Daniel in heeft gekocht in de supermarkt. Bij de Jumbo is hij geweest en bij de Lidl. Voor de verjaardagsvisite van Lucilla. We hebben ongeveer 15 man aan volwassenen en 12 kids die komen. Ze komen niet allemaal tegelijk. En ik weet ook niet of iedereen allemaal... Ja, volgens mij komen ze allemaal wel, maar goed. Daniel heeft boodschappen gedaan. Ik moet er even bij zeggen dat ik het liefst zelf mee was gegaan. Maar omdat de kinderen moe waren en Lucilla die sliep en Luan die was moe van het wandelen van de hond, heeft Daniel alleen deze boodschappen gedaan. En ik zie nu net dus pas, nu ik alles uitstal, zie ik wat hij heeft gekocht. Ik heb hem natuurlijk wel een boodschappenlijstje meegegeven. Maar goed, volgende keer wil ik liever toch weer zelf mee. Maar goed, dat is even een ander ding. Ik ga jullie even laten zien wat Daniel allemaal heeft ingeslagen. Dus even een kleine korte boodschappenshoplog van de verjaardagsboodschapjes. Nou, dit zijn dus alle boodschappen die Daniel heeft gekocht. Nou, laten we hier maar eens beginnen. Dit zijn, wat zijn dit? 10 kipcorns. Ik denk dat hij het voor de iFry heeft gekocht. Beschuit. En rijstewafels. Soepstengels voor Lucilla. Melk, kwark. Ribs, olijfjes, pesto, 2 verschillende soorten. Zilveruitjes, augurkjes. En dit is kruiden, boter, mayonaise, slagroom, yoghurt. Dit is yogi, boter, smeerkaas. Ik weet ook echt niet waarom hij deze kaas heeft genomen. Dat is echt heel vies volgens mij. Nou ja, deze kaas. Dit is smeerworst. En hier dan het gezonde prei, snoeptomaatjes, champignonnen, paprika's, tomaten. Wat zijn dit? Mandarijnen, hele grote mandarijnen, peren, bananen en appels. En hier heeft hij soep, kippensoep, kippensoep, kip en wat is het? Tomaat, bouillonblokjes, vlokken en gekleurde hagelslag, chocopasta, pindakaas, jam, vlokken, suiker had ik nodig voor de visite. Door de koffie. Poedersuiker voor de poppetjes. Deze dingetjes die wou ik hebben om daar hapjes mee te maken. En sambal en sweet chili. Ja, dan heb ik tandpasta en shampoo meegenomen. Plakband, die was ook op, dus die moesten we ook weer hebben. Tomatenketchup, zout. Dit is wel een hele grote zout trouwens, maar goed. Bier, ik hoop toch echt dat hij meer bier dan 4 bier heeft meegenomen. Aangezien we met 15 volwassenen zijn. En waaronder ook mannen. Dus ik hoop dat hij iets meer dan 4 heeft meegenomen. Maar goed, dat zal ik hem zo eens vragen. Tomatenblikken. Hij heeft blijkbaar alleen maar tomaten meegenomen. Ik had ook gevraagd om kippen. Maar ja, hij heeft alleen maar tomaten meegenomen. Dus daar heeft de visite geen keus. Knakworstjes, die zijn voor de kinderen. En dan hier hebben we broodjes. Stokbrood voor bij de soep. En ik weet niet waarom hij deze heeft meegenomen. Dat zijn allemaal kleine dingetjes. Bolletjes en croissantjes. Nou, hier staat frisdrank. Ik hoop ook echt dat hij iets meer frisdrank van sapjes heeft meegenomen. Niet alleen maar dit, maar ja, dat zal ik hem straks wel vragen. En dit, waarom dit? Waarom heb je dit meegenomen? Waar is de rode wijn? Waar is de witte wijn en waar is de rosé? Oké, dat zal ik hem straks ook wel even vragen. Nou, koffiefilters en gewone koffie. Want voor de visite zetten we altijd het oude koffiezetapparaat. Dat je gewoon een grote pot kan zetten. Dit zijn koffiepads voor de Senseo. Koffiemelk natuurlijk ook. Weer voor de visite. Poppertjes. Ik had gevraagd om 2 poppertjes. Want we hebben 12 kinderen. Dus dit is eigenlijk iets te weinig. Nou ja. Koekjes. En tukjes. Nootjes. Knabbeltjes. Snoepjes en allemaal chippies. Dit was de boodschappen shoplog voor de verjaardag. Vond je dan weer een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. En I know, het is niet allemaal gezond. Maar goed, als de verjaardag voorbij is, gaan we weer op de gezonde tour. En dan ga ik weer mee boodschappen doen. Leuk dat jullie keken en ik zie je snel weer een nieuwe video. Doei doei!